In de vorige video zag je al dat de grondwet enorm belangrijk was in de Nederlandse staatsinrichting. En dat geldt ook voor de scheiding van de machten. Want Nederland is een zogenaamde rechtsstaat. Hè. Dat, dat blijkt ook wel uit die grondwet. Want wat is dan een rechtsstaat? Nou ja, dat is dus eigenlijk een staat, een land waarin de rechten en vrijheden van burgers beschermd zijn tegen de overheid en tegen andere burgers. We mogen niet zomaar iets gaan doen of elkaar iets aandoen. Hè. Er zijn regels voor. Hè. En die gelden dus voor iedereen. Die liggen onder andere vast in die grondwet. Ja, wat zijn dan kenmerken van een zogenaamde rechtsstaat? Nou, dat iedereen dus voor de wet gelijk is: hè? Nou, rijk, arm, man, vrouw, wat voor afkomst dan ook, maakt dan niet uit, iedereen is voor de wet gelijk. En als je op de een of andere manier die wet overtreedt, nou, dan, dan kun je daarvoor uh, beoordeeld worden, maar dat wordt gedaan door onafhankelijke rechters. We hebben onafhankelijke rechtspraak in Nederland. Uh, die rechters kunnen niet beïnvloed worden door iemand of door de overheid. Nee, die moeten helemaal volgens de wet recht kunnen spreken. En je kunt dan ook alleen maar straf krijgen voor iets wat volgens de wet strafbaar is. Dat klinkt heel logisch, maar het tegenovergestelde van een rechtsstaat. dat is bijvoorbeeld een politiestaat. waarbij de overheid. Eh, ja, eigenlijk gewoon zomaar burgers op mag pakken en vast mag zetten. zonder dat ze een eerlijk proces krijgen of zonder dat ze de wet overtreden hebben. Dus het is wel heel goed dat we een rechtsstaat hebben. En dat geldt dus net zo goed ook voor die overheid, voor die bestuurders en voor die rechters. Dat zijn ook burgers die moeten zichzelf ook aan de wet houden. In een rechtsstaat wordt iedereen dus beschermd door de wet en moet iedereen zich ook aan die wet houden. Ja, en de overheid mag zijn macht dus ook niet misbruiken. Dat kan ook niet, want we hebben in Nederland te maken met de zogenaamde scheiding van de macht. Hè, de titel van deze video. Dat is een idee dat ondertussen al meer dan 300 jaar oud is, maar wat ook in die Nederlandse grondwet vastgelegd is. We hebben de macht verdeeld in de zogenaamde uitvoerende macht. En dat is dus de macht, het recht om wetten uit te voeren. Dus er zijn wetten bedacht en iemand moet zorgen dat dat ook allemaal dan gaat gebeuren. Nou, in Nederland gebeurt dat door de regering. Die hebben de uitvoerende macht. De regering bestaat uit de koning en de ministers. En vooral die ministers zijn dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van die wetten. Uh, we hebben de wetgevende macht. Hè, dus dat zijn de mensen die eigenlijk uh, de wetten, wetsvoorstellen goed moet af moeten keuren of misschien mogen wijzigen. Nou, in Nederland gebeurt dat dus door het parlement, die eerste en die tweede kamer. En het is dus goed om die twee machten al uit elkaar te halen. Want als je de uitvoerende macht ook wetgevende macht zou geven. Hè, dus als de regering ook alle wetten zomaar zou mogen bedenken. Ja, dan kunnen ze best wetten gaan maken die niet goed zijn voor de bevolking. Dan kunnen ze hun eigen ding gaan doen. En als laatste, de derde van die machten is de zogenaamde rechterlijke macht. Dat zijn die onafhankelijke rechters die dus het recht hebben om te beslissen of iemand schuldig is en welke straf er dan wordt gegeven. En dat is dus weer los van die andere twee machten, want anders zou er ook weer een machtsmisbruik op kunnen treden. Stel je voor dat de regering ook zelf mensen mag gaan straffen die uh, niet voldoen aan uh, de, de wetten. Dat, dat, is, dat is niet goed, dat moet je allemaal los van elkaar trekken, want anders is er een machtsmisbruik nodig. En in de rechtsstaat kan en mag de overheid haar macht niet misbruiken.